Thomas Verhaar speelde in de afgelopen seizoenen voor de amateurs van VOC. Binnen een paar jaar promoveerde die club, met Verhaar als een van de bepalende spelers, van de derde naar de hoofdklasse. De prima prestaties van de aanvaller bleven niet onopgemerkt bij de profclubs. En zo krijgt Verhaar op 26-jarige leeftijd de kans om zich ook in het betaald voetbal te bewijzen. Nou, daar was ik wel heel blij mee. Ik had het eigenlijk altijd nog wel een beetje gehoopt. En, op een gegeven moment ben ik gestopt met het profvoetbal en ik hoopte stiekem al toch nog wel ooit een keer terug te komen. Dus... Je bent geen vreemde op vangen? Nee, ik heb het al eerder gespeeld. Ik heb een jaartje in de belofte en een jaartje in de A gespeeld. En ik ben ook altijd blijven komen naar wedstrijden en het is een mooie club natuurlijk. Na een jaar in het belofteteam van Sparta vertrekt Verhaar naar Willem II. Daar hoopt hij zijn kans te krijgen in het betaald voetbal. Maar het loopt allemaal niet zoals Verhaar hoopt. Teleurgesteld verlaat hij Willem II en het betaald voetbal. Een mooie amateurcarrière lijkt het hoogst haalbare. Totdat Sparta Verhaar toch een kans geeft. En dus moet de topscorer van VOC nu aanpikken op het hogere niveau. Het is anders dan bij de amateurs. En dat is denk ik het grootste voor mij. Ik denk dat ik best wel ook hier lekker kan voetballen. Alleen je moet met andere dingen rekening gaan houden dan... Dan met alleen maar acties maken en doelpunten proberen te maken, dan zoals bij de amateurs. Dus dat is even wennen, maar ik heb het naar mijn zin en ik merk dat ik nog veel beter kan worden ook. En, dus ik zie het wel positief in. Thomas doet het gewoon goed en is een lekkere voetballer. En wat wat goed is aan Thomas is dat hij gewoon zichzelf is. En ook zo'n wedstrijd zoals vandaag. Hij heeft altijd intentie om naar voren te spelen en hij heeft altijd een moment. Dat de tegenstander niet bij de les is en dan slaat hij toe. Dus op dit moment ben ik en zijn wij als trainers enorm tevreden over Thomas Verhaar. In de voorbereiding tegen amateurteams maakte Verhaar inmiddels zijn eerste doelpunten in het rood en wit van Sparta. Maar voor het echte werk biedt dat nog geen garanties. Toch lijkt druk de aanvaller vreemd. Ik ga gewoon lekker plezier maken, lekker voetballen, zo hard mogelijk werken. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En ik denk dat ik wel doelpunten kan gaan maken bij Sparta. Mooie acties kan gaan maken. Maar ik kan niet in de toekomst kijken.